Martijn Bartel, kunnen we hier spreken van een geflatteerde nederlaag? Ook al zou dat zo zijn, dan hebben we het nog steeds aan onszelf te danken. Ik denk dat we de beste 50, eerste 50 minuten, misschien wel een uur van deze competitie spelen. Ik kom ook terecht met 1-0 voor. Tot die tijd vond ik het ook gewoon een topwedstrijd tussen twee echt goed voetballende teams. Ja, daarna ga je weer op ongelofelijke wijze de fout in. Waardoor inderdaad een 3-1 uitslag op het scorebord staat. Ja, ik hoor supporters bij hun op de tribune zeggen, hoe kan Cambuur zo laag staan? Ja, maar wat ik zeg, wij spelen het beste uur tot nu toe van deze competitie. En nogmaals, terecht op 1-0 voor. Maar ja, uiteindelijk, als je het laatste half uur zo speelt, ook terecht met 3-1 eraf. Ja, veel tumult bij die 1-1. Wat gebeurt daar allemaal precies? 1-1 was geloof ik de bal van Alwin, die hem half wegwerkt. En wat daarvoor gebeurt met Robert Schilder heb ik niet gezien. Dus dat moet ik nog een keer terugzien. Ja, is het dan een nadeel dat bijvoorbeeld de trainer naar de tribune wordt gestuurd? Of hebben jullie daar geen last van? Nee, die heeft daar verder geen invloed op. Ik bedoel, de scheids moet constateren of het wel of geen vrije trap is. Een trainer die heeft geen fluit in zijn mond, dus die kan dat niet beslissen. Maar ik wil het verder niet over de scheids hebben. We moeten echt naar onszelf kijken, want we hebben het laatste half uur te grote fouten gemaakt. Ja, je zegt het eerste uur hebben wij goed gevoetbald. Toch sta je weer met lege handen. Dat moet ook wel eens een keer een gevoel geven dat je... Ja, wanneer ga je er nou echt een skip bovenop komen? Nee, dit is waardeloos. Klopt. Je denkt namelijk dat als je zo voetbalt, dat je die overwinning over de streep kan trekken. Maar ja, uiteindelijk... ik weet niet of je mag zeggen dat het uit elkaar valt. Maar we maken te grote fouten die gewoon afgestraft worden. Ja, en dat is funest. En dan kan je nu wel gaan zeggen van ja, met dit spel kunnen we door. Maar we hebben te weinig goede wedstrijden gespeeld. En je kan tevreden zijn nogmaals over het eerste uur. Maar inderdaad niet over de uitslag. Nee, want daarna, dat laatste half uur, had het ook zomaar 4-5-1 nog kunnen worden. Het valt echt helemaal uit elkaar. Ja, maar andersom ook. Kijk, we staan dan geloof ik 2-8 en dan moet je wat wisselen. Twee middenvelders voor twee aanvallers. Dus jij zegt het kan 4-5-1 worden. Maar ik denk dat we ook kans hadden. Ik geloof dat het op de 3-2 was. En misschien nog iets meer. Maar nogmaals, ik weet niet of dat terecht was geweest. Ja, en dan sta je op de Cambuur onwaardige plek van 17. Dat had je voor het seizoen anders voorgesteld, denk ik. Ja, natuurlijk weet je dat het lastig wordt als heel veel bepaalde spelers vertrekken. Maar we zijn nu zover onderweg. Er had gewoon een hecht collectief en een goed voetballend team moeten staan. Ja, op dit moment kan iedereen denk ik zien dat het er nog niet staat. En dat is geen goede zaak.